Het Baby and Child Research Center in Nijmegen bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren was er zaterdag een festival voor de kleintjes. De hele dag waren verschillende activiteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Binnen 4 dagen waren ze helemaal volgeboekt met 700 aanmeldingen voor het festival voor de kleine kinderen en hun ouders die bijdragen aan het onderzoek in het Baby and Child Research Center in Nijmegen. Met verschillende activiteiten werd het 25-jarig bestaan gevierd. Zo stond er een springkussen, waren er verschillende voorstellingen en werden er gratis poffertjes uitgedeeld die bij zowel de jonge bezoekers als de papa's en mama's goed in de smaak vielen. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehoord. Ja, dus volgens mij vinden ze het allemaal heel erg leuk. Af en toe een huilend kindje, maar goed, dat hoort erbij. De 25e verjaardag van het Baby and Child Research Center werd bijna vergeten. Afgelopen jaar kwamen oplettende medewerkers van het onderzoekscentrum erachter dat het in 2024 exact 25 jaar bestaat. Het besluit om het grootste vieren voor ouders en kindjes die bijdragen aan het onderzoek was gelijk genomen. We hebben voor de ouders praatjes geregeld van onze hoofdonderzoekers. Over bijvoorbeeld ontwikkeling van de kinderen of taalontwikkeling. Zodat de ouders ook een beetje kunnen kijken wat dat bijdragen aan onderzoek nou eigenlijk uiteindelijk oplevert. Ouders geven aan onder de indruk te zijn van de goede organisatie van de viering. De afwisseling van theater en onderzoeksactiviteiten wordt gewaardeerd. Evenals de goede bewegwijzering en begeleiding. De activiteiten zijn zowel informerend als feestelijk. Ja, ik ben net bijvoorbeeld bij muziek en dans geweest. En dat is dan een besloten activiteit met ouders en kinderen. En die zitten zo in een U-vorm om degene heen die viool spelen en dansen. En dat begint heel rustig en dat wordt dan helemaal mooi opgebouwd. En op het einde van de activiteit zijn alle kinderen en ouders mee aan het dansen. Ook waren er veel kleintjes lekker aan het knutselen en actief bezig. Sommige kinderen konden zelfs nog hun handen en voeten vuil maken door met meerdere ledematen te schilderen op een groot vel papier. Ik ben heel trots dat we dit met z'n allen als team hebben kunnen doen. Het is best wel wat om een festival voor zoveel mensen met beperkte handen in elkaar te zetten eigenlijk. Hè? We zijn niet zo'n ontzettend groot team. Maar iedereen heeft dat met zoveel liefde en inzet willen doen eigenlijk. Er zijn hier ook alleen maar vrijwilligers. Dat is heel mooi dat je dat als team met z'n allen kan doen.